Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 30 november. Net zo van levensbelang als je hartslag. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Romeinen 8, vers 5. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Voor ons als gelovigen is het zo belangrijk dat we het juiste denken. Net als onze hartslag is dat van vitaal belang. Veel van de problemen waar we mee worstelen zijn geworteld in verkeerde denkpatronen die niet gebaseerd zijn op de waarheid. Het juiste denken is het resultaat van regelmatig en persoonlijke gemeenschap met God door gebed en het lezen van het woord. Het is belangrijk om ons te realiseren en te vatten dat ons leven niet op orde komt totdat we ons denken beheersen. Weet dat onze gedachten vrucht dragen. Wanneer jij en ik goede gedachten denken, dan brengt ons leven goede vruchten voort. Wanneer we slechte gedachten denken, dan brengt ons leven slechte vruchten voort. Hoe langer ik God dien en zijn woord bestudeer, hoe meer ik besef hoe belangrijk het voor mij is om mij bewust te zijn van wat er afspeelt in mijn denken. Waar je gedachten gaan, volgt de mens. Het voortdurend waken over onze gedachten is de enige manier om in staat te zijn deze in lijn te houden met Gods woord en onze strijd te winnen tegen de vijand. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heilige Geest, u heeft mij laten zien dat het juiste denken van vitaal belang is. Ik zal u zoeken en uw woord regelmatig bestuderen, zodat ik de juiste gedachten kan denken. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.